Niet iedere autofabrikant schatte de heropleving van de elektrische auto op de juiste waarde. En dus zijn er nu een aantal bij die een fikse achterstand hebben in te lopen. Dat noemen ze dan officieel het elektrificeren van hun modellengamma. En Ford is daar een goed voorbeeld van. Zij willen voor 2021 met maar liefst 18 nieuwe modellen met een stekker komen. In dat licht bezien is deze plug-in hybride Kuga dus nog maar het begin. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke fantastisch, maar wat die automakers eigenlijk bedoelen is dat van elk model ook een model met stekker komt. Dat hoeft dus niet per se een volledig elektrisch model te zijn. Dat geldt net als bij de Ford ook voor deze Volvo XC40 Recharge. Die heeft een verbrandingsmotor en een elektromotor. Met dat verschil dat van deze XC40 ook een volledig elektrisch model in de coulissen klaarstaat en die is bij Ford niet gepland. Ford verkoopt de Kuga met twee reguliere benzinemotoren en als deze semi-elektrische variant. Ja, wacht even. Je hebt het dus eigenlijk gewoon over twee hybride uitvoeringen. Hè? Gewoon met een benzinemotor en een elektromotor. Dit zijn dus geen vol elektrische. Nee, maar modellen. Je hebt wel een stekker erbij, ja, zodat okay, je een batterijpakket kan opladen. Ja. En dan kom je verder louter op stroom. Ja, maar dat we even duidelijk hebben dat we het hier niet over vol elektrische auto's hebben. Nee. Dat klopt. Ja, precies. Voor €36.195 koop je dus geen volledig elektrische auto. Nou goed. Ja. Je koopt een semi-elektrische Kuga. Die overigens precies hetzelfde is uitgerust als het instapmodelletje. Dat slechts €3.000 voordeliger is. Normaal gesproken zit dat al tussen de verschillende uitrustingsniveaus. Hè? Misschien krijg je niet meer spulletjes. Maar je krijgt wel eventjes 105 pk extra met deze stekker Kuga. En over die standaarduitrusting hoef je sowieso niet te klagen, want wat zit er allemaal op? Een verschuifbare achterbank, airco, cruise control, navigatie, parkeersensoren en een draadloze oplaadmogelijkheid voor je smartphone. Nou is dit natuurlijk niet het instappertje, dat zul je begrijpen. De importeur heeft voor ons klaargezet een zogenaamde ST-Line X-uitvoering. En die heeft dan ook nog eens lederen bekleding en een dikke stereo aan boord. Maar dan heb je het inmiddels niet meer over €36.000, maar over 41 miljoen. Oh, dus dit is gewoon de allerduurste die ze hier hebben neergezet? Nou, nee, het is de één na duurste. Maar er zit nog een Vignale boven. Ja, wat kost die dan? Die kost net geen €44.000. Oh, ja, nou dit is de Volvo XC40... T5 Precharge Plug-in Hybrid, heb je hem? Ja, en die kost dan €47.495. Vanaf? Ja, maar er is al een Volvo XC40 die €10.000 goedkoper is. Dat is de goedkoopste benzineversie. Dat is wel geld, hè, allemaal. Jouw auto heeft 105 pk extra, hè, in deze uitvoering ten opzichte van een normale benzineversie. Die Volvo 121 pk extra, dat is veel, hè? En hij was auto van het jaar in 2018. Ja, maar de Kuga ook. Die was in 2015 nog trekauto van het jaar bij de ANWB. En hoe zit het met jouw veiligheidsuitrusting? Deze auto, hè, alles, alle veiligheidsopties, en dat zijn er heel veel, daar komen we straks nog op terug. Allemaal gratis en voor niks zit er gewoon op, hè? Nou, allemaal, Gert? Nou ja, bijna allemaal. Ja, ja, precies. Nou ja, goed, bij mij is het bijna allemaal niet gratis. Dus in die zin, I'll give you that. Enfin, wat staat hier voor onze neus? Dat is een hele mooie versie, namelijk een R-Design versie. En die heeft een prachtig glimmende grill. Hij heeft glimmende sportpedalen. En hij heeft een zwarte hemelbekleding. En dan kost de auto €50.495. Ik liet het net al eventjes vallen, hè? De Ford is groter dan de Volvo. En niet zo'n klein beetje ook, dat scheelt wel 20 centimeter. Ja, dat vind jij leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. En die extra ruimte die zie je vooral terug in de kofferbak. Die heeft een inhoud van minimaal 645 en maximaal 1530 liter. En het mooie is, de bagageruimte is precies even groot als die van een reguliere Kuga, want het batterijpakket dat deze plug-in hybride nodig heeft, is ondergebracht onder de inzittende. Deze testauto heeft een glazen dak en dat kon wel eens problematisch zijn als je met mijn lengte, 1,93 meter, op de achterbank gaat zitten. In dit geval niets aan de hand. Hij heeft ook nog eens een verschuifbare achterbank met individueel verstelbare rugleuningen. En de middentunnel, ja, die is eigenlijk niet van betekenis. Dus je kunt inderdaad met drie volwassenen op de achterbank plaatsnemen. Ja, maar nou lijkt het net of David en Goliath hier tegenover elkaar staan. Nou, hè? Ja, wat scheelt het? 20 centimeter. Ja, maar Volvo heeft wel heel, heel slim gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte die ze hadden. Vooral op de achterbank, hè? Want ja, met je 1,93 meter. Zit jij goed in die Volvo achterin of niet? Eerlijk antwoorden. Nou ja, eerlijk antwoorden. Ja, dus, als dat glazen dak er niet in had gezeten, dan had ik net zo goed gezeten. Je zit prima achterin. En inderdaad, ja, dat glazen... Maar ja, oké, okay, vooruit. Maar je zit goed daar. Ja. Oké. Okay. Maar nou de kofferbak.
Ja, laat ik het dan maar gelijk noemen. Ik wilde nog even wachten. Maar de inhoud van die kofferbak is met de bank overeind 405 liter. En met alles platgeklapt 1335 liter. Dat is significant kleiner. Ja, het is vooruit. Niet alleen significant kleiner dan de Ford. Het is ook significant kleiner dan een reguliere XC40. Ja, want daar zit een deel van de aandrijflijn. Want hybride, je hebt gelijk. En laten we dan ook gelijk maar helemaal door de zure appel heen bijten. Wat natuurlijk niet handig is, is dat een deel van het batterijpakket wat bij jou zo handig onder die achterbank zit, dat zit bij de Volvo in de middentunnel. Dus die middentunnel is heel hoog. Dus als je daar al zou willen zitten, wat niemand wil, dan zit je zo. Dus dat gaat het niet worden. Dat is jammer, toch? Ja, absoluut. De aandrijflijn van de Kuga bestaat uit een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. En samen zijn ze goed voor 225 pk, 200 Nm koepel en een trekgewicht van 1200 kilogram. Jawel, dames en heren, deze elektrische auto weet gewoon raad met een caravan. Semi-elektrische auto, hybride, daar hadden we het al over gehad, hè? En caravan, hoeveel mag 1200 kilogram. Nou, dan kom ik zo nog wel even terug. Maar ga verder. Goed, hoe dan ook. Dit is alweer de derde generatie van de Kuga en Ford heeft hem bewust wat comfortabeler gemaakt dan de auto's die daarvoor op de markt waren. Het heeft er alles mee te maken, zeggen ze zelf, omdat de klanten daar behoefte aan hebben. En in de praktijk betekent dat de koets wat bewegelijker is in de bocht dan die van de Volvo. Maar goed, jij hebt geloof ik ook een sportchassis. Ja, klopt. Ja. Heel fijn trouwens. Nou, elektromotor en verbrandingsmotor werken naadloos samen. Je kan ook precies op het dashboard zien wanneer de een aan de bal is en wanneer de ander. En er zit een traploze automaat tussen waar Ford dan kunstmatige verzetten in heeft gemaakt. Zodat je in ieder geval hoort dat de bak schakelt, maar dat doet hij dus in werkelijkheid niet. Je kunt trouwens wel goed horen dat de benzinemotor zich ermee gaat bemoeien, want de viercilinder maakt best wat lawaai. Ford biedt de keuze uit verschillende rijmodi. Je kunt bijvoorbeeld volledig op stroom rijden of je bewaart juist je stroom als je weet dat je aan het eind van de snelwegetappe nog ergens een binnenstad in moet. En dat werkt allemaal heel intuïtief met een paar knoppen achter de keuzehendel van de automaat. Maar als je nou denkt, zoals ik zet hem gewoon in hybride, dan gebruikt hij allebei de krachtbronnen evenveel. Ja, dan kom je bedrogen uit, want aanvankelijk rijdt de auto gewoon eerst alle stroom uit het 14,4 kWh grote batterijpakket. Daar heb ik altijd een beetje een hekel aan. Ik vind het zo inefficiënt, want als je dan een grote rit gaat maken, dan moet uiteindelijk toch de traditionele verbrandingsmotor het allemaal opknappen. Maar de Kuga heeft mij positief verrast, want zelfs met een lege batterij wint hij toch genoeg reserves om af en toe weer stukjes op stroom af te leggen. En aan het eind van de verbruiksronde die we altijd met onze auto's rijden, zag ik dat ik meer dan de helft louter op stroom heb gereden. Kijk maar, ik heb er een fotootje van gemaakt. En dan komt nu het mooiste. Het verbruikscijfer bedroeg 1 op 33. Wauw. 3, dames en heren. 1 op 33. Normaal zie je dat in de folder staan. En in de praktijk blijkt het dan heel wat minder rooskleurig. Maar deze auto presteert het gewoon om 1 liter brandstof te verbruiken op 33,3 kilometer. Is nog iets wat ik heel fijn vind aan de Kuga en dat is het feit dat de automaat een speciale stand heeft waarmee je meer invloed hebt op de mate waarin de auto remenergie terugwint. Normaal gesproken is dat bij semi-elektrische auto's altijd een beetje een wassen neus, maar bij de Ford maakt het echt verschil. Zoverre dat je hem bijna met één pedaal kunt rijden. Weet je wat trouwens wel frappant is? Nee. In het instructieboekje van de Kuga staat dat je die stand helemaal niet moet gebruiken, omdat het brandstofverbruik ervan zou toenemen. Ja? Ik heb even gebeld met de importeur, want dat leek me nogal typisch. Ja. En wat blijkt nou? Er is een klein foutje geslopen in het instructieboekje, want de tekst van de reguliere automaat is terechtgekomen bij de plug-in hybride variant. Dus mocht je zo'n auto gaan kopen, trek je dan even niks aan van dat betreffende hoofdstuk. Ja, ik moet wel toegeven dat ik het wel een indrukwekkend verhaal vind, wat je zo afsteekt. Ja, die Volvo die tapt het uit een iets ander vaatje voor wat betreft het terughalen van energie en zo. Hij rolt uit, 1700 kilogram, dus hij wil ook best uitrollen, maar dan wint hij geen energie terug. Dat doet hij alleen tijdens het remmen. En nou hebben ze bij Volvo een systeem dat als jij je rempedaal intrapt, dan denk jij dat je gewoon de remblokken aan laat grijpen. Maar aanvankelijk doet hij dat niet, dan remt hij af op de motor en dan wint hij energie terug. Pas het allerlaatste stukje gaan ook de remmen meedoen. Maar doet Audi ook met de e-tron, geloof ik, hè? Exact, dat is een beetje hetzelfde idee. Nou ja, goed, dat is op zichzelf natuurlijk mooi, hè? Daar wint hij energie mee terug. Maar die 1 op 33,3 van jou, dat haalt die Volvo bij zo lang zal zijn leven niet. In die verbruiksronde waar jij het al even over had, scoort de Volvo 1 op 17,3. Nou, heb jij ook een kleiner batterijpakket? Hè? Hoe groot is het batterijpakket? 10,7 kilowattuur tegen. Ja, 14,4. Ja, dat scheelt natuurlijk ook al. Maar. Wat wel leuk is, is, ik zei het al eerder, die Volvo die heeft wel lekkere cijfers om mee thuis te komen, hoor. 262 pk en 425 Nm koppel. Zo. En, beste Buma, trekgewicht
1800 kilogram. Kijk, dat is nou een caravan-trek, heb je maar. Ja, oké. Okay. Met je trekauto van het jaar 2015. Ja. Ja. Hier kan een caravan achter. Ja, nog even tot slot over het weggedrag en het stuurgedrag van de Volvo. Dat sportchassis, dat is heel fijn. Ja, hij is echt niet uit zijn spoor te krijgen. Je kan er een lekker potje mee turen, mag ik wel zeggen. En dat komt natuurlijk ook door de krachtige aandrijflijn. Alleen wat een beetje roet in het eten gooit, is de wat gevoelloze besturing. Dat vind ik jammer. Want ja, het is een heerlijke auto mee te rijden, hoor. En ook op lange afstanden is het gewoon je beste vriend. Ik kan niet anders zeggen. Hoe gek je het ook maakt bij het samenstellen van je Kuga voor zaken als dode hoeksignalering, fileassistent, adaptieve cruise control en een waarschuwing bij kruisend verkeer, ja, dat is toch een heel lijstje, moet altijd worden bijbetaald. Maar bij Ford hebben ze dat dan wel weer handig in één pakketje gestopt. Kost je 1200 euro en dan heb je alsnog de complete aanvullende veiligheidsuitrusting bij elkaar. Pluspunt van de Kuga is het feit dat hij een groot glasoppervlak heeft. Meestal hebben Fords kleine raampjes, maar de Kuga dus niet, hoewel je nog steeds met een behoorlijke dode hoek over je rechterschouder zit. En om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers zich niet het apenlazen schrikken wanneer jij op het parkeerterrein achter ze rijdt, maakt de Ford een speciaal geluid. Het is bedoeld voor de mensen buiten, maar je krijgt het binnen net zo goed mee. En als je daar gevoelig voor bent, zoals ik, dan is dat heel erg vervelend. Dat is een pulserend geluid. Een beetje woe, woe, woe. Ga je dan bij het stoplicht? Hoe gaat dat? Ja, super irritant. De Volvo die remt voor fietsers, voetgangers, dieren, ook in het donker. Ja, wat zoals de Volvo betaamt, die auto zit ramvol met allerlei veiligheidssystemen. Te veel om op te noemen. Eigenlijk is het zo dat alleen de twee goedkoopste versies, daar kun je in de optielijst nog wat spulletjes aankruisen. Alle andere versies hebben alles altijd standaard. Nou, zoals ik al zeg, zoals het de Volvo betaamt. Toch zijn er een paar minpuntjes. Zo heeft de XC40 belachelijk grote dode hoeken rechts en links achter. Die zeestijlen zijn echt groot. Dat vind ik niet fijn. Ander ding is, de adaptieve cruise control van de XC40, die staat er onbekend dat die heel vloeiend werkt. Maar niet in combinatie met die hybride aandrijflijn. Zodra de auto afstand moet gaan houden omdat hij een voorganger ziet, dan gaat hij afremmen, regenereren dus. En dat voelt niet fijn. Het gekke is, als je bij een verkeerslicht aankomt, dan wil je juist niet afremmen, dan moet je het zelf doen. Maar ziet hij een andere auto? Dat is echt bloedirritant. En dan nog wat, hij heeft niet dat geluidje, doe nog eens. Heeft hij niet. En dat is als je gewoon helemaal elektrisch rijdt in de stad. Ja, dan kan het toch een beetje links zijn, want hij is doodstil, die auto. Dus dan hoor je niet. Ja, ik blijf het niet doen. Oh, jammer. Digitale instrumentaria zijn nog betrekkelijk nieuw voor Ford. De Kuga heeft een kleiner broertje, de Puma, en daar zat het voor het eerst in. Ook de Kuga heeft zo'n, ja, dashboard. Maar ik moet eerlijk zeggen, het voegt niet zo heel veel toe zoals Ford het nu gebruikt. Het is eigenlijk een uit de kluiten gewassen boordcomputer. En dan heeft de Kuga ook nog eens de pech dat er bepaalde woorden en cijfers en woorden lullig worden afgebroken of door elkaar heen lopen. Dat ziet er heel knullig uit. Slordig. Ja. Ja, dus daar is nog wel even wat werk aan de winkel. Wat ook niet heel handig is, is het feit dat er een stroompunt voor de achterpassagiers is. Maar dat is een Engelse stekker. Dus het is een stekkeraansluiting. Kan, dat doen meer fabrikanten. Met drie alleen van die gaten. Ja, drie van die gaten. Dan krijg je dus geen stekker in. Maar ik koop toch even een adaptertje? Ja, ga jij even met je gloednieuwe auto van 41 mil een adaptertje kopen? Ja, nee, dat is wel stom, ja. Dat is waar. Nou goed. Gelukkig zijn er ook nog zaken waar ik wel blij van word. Bijvoorbeeld het feit dat de auto voorziet in deurbeschermers, moet je wel voorbij betalen. Maar in verhouding met de deurbeschermers zoals we ze eerder kenden, want het zit ook op de Focus, het zit ook op de Fiesta, die dingen maakt echt heel veel kabaal. En breekt ook niet meer af? Die braken ook af. We hebben een keer een test gehad waarbij ze afbraken. Maar in dit geval zijn ze stiller en ze blijven heel. Je kan merken dat Ford een Amerikaans merk is, want de achterpassagiers hebben maar liefst 4 bekerhouders tot hun beschikking. En je laadkabel die berg je mooi op onder de vloer. En nu we het toch over de laadkabel hebben, in minder dan 3 uur tijd is het batterijpakket van de plug-in hybride Kuga weer vol. En dat is dan aan een reguliere laadpaal, zeg maar? Ja, dat is aan een publiek laadpunt. Je kan hem ook thuis aan het stopcontact leggen, maar dan kost het je zomaar de hele nacht. Ja, bij de Volvo duurt dat laden iets langer, een kwartiertje langer, 3 uur en een kwartier. Die laadkabel overigens, die kun je niet onder de laadvloer van de Volvo opbergen, want daar ligt het reservewiel. Maar je hebt aan de zijkant een mooi vak en daar kan hij dan wel in. Die Volvo is qua gebruiksgemak trouwens goed, hoor. Hij heeft allerlei handigheidjes in de achterbak met haakjes en dingetjes waarbij je tassen kan vergrendelen. De vakken in de deuren zijn heel groot, daar kan je zelfs een laptop rechtop inzetten, dat is fijn. Het is een echte reisauto wat dat betreft en
dat infotainment systeem, we hebben het al vaker gezegd, wat is dat fijn te bedienen. Het is net een soort alsof je thuis zit met je iPad, je kan swipen en dan hoef je maar op één knopje te drukken en dan ben je waar je wezen moet. Je hoeft nooit door menu's heen en dat is wel zo veilig, dan kan je je ogen gewoon op de weg houden in plaats van op dat scherm. En tot slot, die stoelen, Frank, die XC40, wat zitten die fantastisch, hè? Die mogen bij mij echt zo in de huiskamer staan. Bij mij ook. Ja, we stipten het aan het begin van deze video al even aan. De fabrikanten zouden deze auto's het liefst wegzetten als elektrische auto's. Maar laat je nou niet foppen, het zijn gewoon hybride auto's. Dus met een brandstofmotor en een elektromotor. Want puur elektrisch, hoe ver kwam jij met de Kuga? 42 kilometer. Ja, ik 38. Hè. Dus het zijn gewoon hybrides. Dat gezegd hebbende, maken ze gehakte echte elektrische auto's. Hè? Want als caravantrekker kan er veel meer achter dan mijn echte elektrische auto. En even op en neer naar opa en oma in Groningen en weer terug. Gaat heel gemakkelijk zonder allerlei gedoe met opladen onderweg en zo. En van deze twee is dan die Volvo wel de fijnstrijdende auto. Maar ja, dat komt wel met de prijs. Letterlijk bedoel ik dan, want het is de duurste van de twee. Ja, en niet alleen in aanschaf, maar ook in gebruik. En laten we dan vooral ook niet vergeten dat Ford niet bepaald een lullige reputatie heeft wanneer het gaat om fijnsturende auto's. Tel erbij op dat hij echt verrassend zuinig is en dat de Kuga ook nog eens beschikt over de grootste kofferbak. En we hebben de winnaar van dit vergelijk te pakken. Zeg, kan jij mij trouwens even helpen met uitparkeren hier? Woe, 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 woe.